En zelf had ik geïnvesteerd. Ik had een uh, rood ro showtje gekocht van 2900 euro. En uh, voor de rest had ik geen geld meer. En dat was overleven. Kijk. jij zegt gewoon tegen je ouders, ik ga ermee stoppen. Ja. Ik moet knaken zien. Ja, ik wil gewoon rijk worden. Ik wil gewoon een miljonair worden. Je hebt toch wel een periode voor je ouders. Een kutperiode voor je ouders gezocht in hun leven. Maar waar haal je de tijd vandaan? Goede mensen hebben. Door die vlog, toen ben ik in één keer echt bekend geworden. Ik kan daar niet tegen als ze, als ze mij nadoen. Kijk, als nu een YouTuber. De sanitaire tegels in gaat, maken we hem helemaal kapot. Jij zegt net bijvoorbeeld, ik ben in een bedrijf gesteld, was een papier failliet. Dit elke dag hetzelfde. Ja. Ja, dan ben je echt depressief van. Als ik haar niet had, had ik dit ook niet. Welkom bij weer een nieuwe podcast. Even relativeren, deze keer met uh, Dutch performante EKE Shaid. Yes. Welkom man. Dankjewel man. Dankjewel. Leuk je te ontmoeten. Ja, wederzijds ja we volgen elkaar op Instagram. Ik uh, denk dat ik een aantal maanden geleden ben ik uh, begonnen met jou te volgen. Ik, uh, volgens mij kwam ik je via via weer tegen en uh, ik moet zeggen het is nooit saai op jouw Instagram. Nou nee, ja maak goede filmpjes hè. Ja ja maar het is gewoon je normale leven en dan er gebeurt gewoon heel veel omdat je kinderen hebt, je hebt de zaak en er gebeurt heel veel. Maar wat wel tof is aan jou, jij benut gewoon jouw leven optimaal voor je content. Ja. Toch ja, eigenlijk ja. alles komt terug. Je kinderen, je hebt. Uh, auto's. Je auto's, ja. Uh, ja. En je sanitaire als je bedrijf, zeg maar. Ja. Maar dat is wel een hele korte tijd gebeurd. Want ik volg je sinds een paar maanden. Ik weet niet hoe lang je nu bezig bent. Maar voor mijn gevoel was je er ineens. Ik zag je ineens overal voorbij komen. Klopt. Hoe, hoe, hoe is dat proces gegaan eigenlijk? Oh, je telefoon. Ja, ik zei, dog, zei het. Nog, ik zei nog, wacht, sorry. Even. Sorry. 40 nee. nieuwe bestellingen bij Tegel de Po. <laughs> Swipe op. <up>? Nee, <laughs> nee um, ik had in. Uh, wat is het? In juni had ik uh, Lambo gekocht, zeg maar, vorig jaar. Ja. En in december had een werknemer van mij had, uh, een Instagram-account aangemaakt. Hij zei: uh, Al die gasten met dikke auto's hebben een Instagram-accountje, dus uh, ik zal er eentje voor je maken. Ik zei: ja. Ja, Prima, doe maar. Dus op een gegeven moment gingen we. Maar had je daarvoor wel Instagram, of niet? Nee. Ik nee? helemaal geen, face uh, geen Facebook, geen Instagram, helemaal niks. Nee joh. Dus ik was echt uh, ja, puur met de zaak bezig. Ik ben in 2008 ben ik begonnen met uh, de ondernemingen, zeg maar. Ja. Uh, maar in ieder geval in uh, december had hij Instagram aangemaakt. Dus ik ging wel met uh, wat bekende mensen ging ik om. Met Klibanski waren we in Schotland geweest met de auto's en. Dus zag ik ze al in de hele tijd zo vloggen en doen. Ik zeg, wat zou je allemaal aan het doen? Ja, ja. En nu zit je zelf in die show, maar wel hartstikke leuk. Maar het is echt in een korte periode met, uh, met de YouTubers. En keer gaat zo hard. Ik had uh, februari, maart of zo, had ik nog 4000 volgers. Ja. En nu heb je, de, wat is het, 217.000 volgers. Dat is echt extreem ja, hard. Hè? Daar dat doen wel... sommige mensen vijf jaar over. Hè? Ja, ik denk dat ik op het moment wel uh, niet arrogant bedoel, maar wel een van de snelst groeiende. Uh, ja. Uh, accounts heb ja dat denk uh, ik ook ja ja uh, leuk ja man en uh, dus eigenlijk die dus uh... ja, van de auto eigenlijk is het is gekomen dat ik een instagram accountje aangemaakt en vervolgens uh, uh, ga, je, ga je gewoon met je, je filmt het nu zeg maar dus je ging van de ene plek naar de andere plek je ging naar clipbanski toe en uh, dan film je dat film je zijn auto film je gewoon je dagelijkse ja dag zeg maar ja. content en uh, dat sloeg goed aan en toen uh, met het account wordt steeds groter en andere mensen zien het ook, bekende mensen zien het, YouTubers zien het, het is ook voor hun content. En toen kwam op een gegeven moment Boas kwam bij mij thuis. Nou, die ging ik een keertje met me mee in de auto. Nadat nou, hij postte dat, hij maakte er een vlog van. En ja, toen ging ik in één keer vijf Ja, ja. Nou, dus. Maar voor de mensen die niet weten wat uh, je heet Dutch Performante op Instagram, voor de mensen ja. die denken is de Italiaanse is dat zijn achternaam, nee Performante is, is de dus model, ja, ja. Ja. van de Lamborghini die jij rijdt. Ja. Uh, dat is ja. ook gewoon een beetje je trademark geworden, je handelsmerk. Ja. Ja. En eigenlijk uh, je hebt, voor de mensen die dat niet weten, je hebt, uh, voor autoliefhebbers heb je een aantal van die soort rallies zoals street Streetgazer, um, uh, Dumbal. Uh, ja, je hebt de Day One heb je zeg maar dat is meer een event, zeg binnen maar, ja. event. Maar ja, dat, dat is het. Ja, precies dat. Gewoon en daar kwam raar. jij toen, Kieblanski, voor de mensen die dat weer niet weten, dat is een ja. kunstenaar. Uh, die kwam je tegen en je zag die gasten allemaal vloggen. En toen dacht ja. je, hé, hey, ik mis iets. Ja, en dan <laughs> dachten vrienden van mij, die appten mij, die zeggen van, hé, hey, ik zag je weer in, uh, op Instagram bij uh, Kieblanski uh, in beeld. Uh. Ja. En zei, oké, okay, stuur ze foto's ik dacht, nou, lachen. En op een gegeven moment kom je in die vibe zeg maar, met al die gasten en dan word je gewoon meegetrokken mee zeg maar, met ja. dat hele ja, poppenkast. Zeg maar. Ja. Maar, <laughs> dat nee, vind ik wel superleuk. Hoor. Kijk, je, was al, je hield wel veel van aandacht. Zeg maar. ik, in de ondernemerswereld was ik ook overal. Was ik. Uh, iedereen kende mij zeg maar, in de sanitaire en de tegels. Dus je was altijd wel uh, de top ondernemer omdat je gewoon een goede zaak hebt. En uh, ja, nu heb je dat zeg maar, in Nederland. Uh, iedereen ziet je, kent je. Je, je, ja, je blijft gewoon normaal zoals je bent. Die naast je schoenen lopen of uh, ook doen, je lacht en dan word je op, je op je plek gezet door je vrouw. Ja, precies, dat ja, dat is de enigste. Ja, wat, de enigste. wat je wat je bent, kijk, de meeste mensen beginnen met YouTube om daar een carrière aan over te houden. Jij had al een hele mooie carrière tegen ja. de poos voor jou, ja. en je hebt nog een andere onderneming, dat heet Megadump. Dump. Is, is dat ook sanitair? Ja, daar heb ik drie winkels van. Daar heb ik in Tulle Winkel, daar ben ik eigenlijk begonnen. In 2008 ben ik daar begonnen met uh, ja, gewoon een hal met tegels erin, en uh, douchekabinetjes, badmeubeltjes. En vervolgens ja, wordt het steeds groter en groter en groter. Je investeert het steeds terug. Ik heb... want hoe oud was je toen je daarmee begon? 18. 18. Ja, hoe... Je bent nu 30, hè? Ja. Maar je hebt twee gigantische ondernemingen. Ja, ja meerdere. 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 Oké, okay, ja. wacht. Ik wil alles weten. Dus, ja. Je bent 18? En je, ja, en je... Kijk, ik was 18 in 2008 ben ik begonnen. Had ik uh, had ik een bed in de keuken gezet. Zeg maar, daar sliep ik toen. Ik sportte in de sportschool, daar douchte ik, want ik had geen douche. Ik kocht ze alleen. Uh, ja, echt serieus. En, um, maar ja, je, wat bedoel je? Je had een, je had een heel klein huis. Nee, 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 ik had echt gewoon een lood, zeg maar. Ja. Uh, van duizend vierkante meter. En dan had ik een keukentje, een aparte ruimte. Daar ja. had ik mijn bed neergezet, kast neergezet, televisietje erop. Alleen ik had geen douche. Oké. Okay. Wel een wc, maar geen douche. <laughs> ja. Dus toen had ik een abonnementje bij de sportschool om de hoek had ik, uh, uh, ja, genomen, zeg maar en uh, ja gewoon gedoucht daar en uh, mag de allemaal tijdje verstellen en gewoon alleen maar overleven. Ik werkte van negen tot negen elke dag, uh, twee koopavonden of tenminste uh, twee koopzondagen en ik was, was alleen maar aan het werken, 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 werken. Zeg maar, dus. Maar hoe kwam, je, wat, 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 hoe kwam je? Je bent 18 jaar, je, nou. je, je bent al bezig met werk, maar je hebt eigenlijk nog niks. Nee, klopt. Ik had alleen wat geld zeg maar, verdiend zeg maar, met. Uh, ik was op mijn 16e ben ik begonnen met werken. Tenminste, 14e was ik begonnen met werken. En uiteindelijk, 16e, ging ik het huis uit. Ging ik werken bij uh, Pellethandel Pannhuis, zeg maar. Dat is een recyclingbedrijf in Pellets. Daarna ja. ben ik naar Litouwen ben ik gegaan. Heb ik daar ook gewerkt. Uh, toen je 16 was, afgelopen. Wow. ja. ja daar heb, heb ik toen twee jaar. Uh, uh, heb ik echt vol gas gewerkt. En toen had ik geld verdiend. En mijn stiefvader die zat in, zit ook in de sanitaire tegels. Uh, meer, meer afbouwbedrijf. En die hebben we toen op een gegeven moment geholpen uh, met, een, met een pand, zeg maar. Hij zei: Nou, we gaan wel even een rondje rijden. Kijken of een pandje. Ik wou eens naar Apeldoorn of Amersfoort. Omdat ik in Zewolde woonde. En toen gingen we naar een leverancier in Tiel. En die zei: van, Joh, weet je wat je moet doen? Je moet gewoon in Tiel gaan beginnen. Daar heb ik echt super veel geld verdiend. Ja. Dus, ja, dus ik dacht: uh, Nou, doe er maar een rondje gereden. Pand gezien. En gelijk bam. Gelijk begonnen. Hij heeft hem uh, voor 50.000 euro volgereden met tegels. Moest ik toen later terugbetalen ja. van de, uh, uh, de grote handel. En zelf had ik geïnvesteerd. Ik had een uh, ro rood Peugeotje gekocht van 2900 euro. En uh, voor de rest had ik geen geld meer. En dat was overleven. Zo. Ik zat de hele dag uh, advertenties op marktplaatsen te plaatsen. Van, uh, eentje verwijderen, weer plaatsen, verwijderen, plaatsen. Om zo mensen naar binnen te trekken. Ja, dat heb ik echt, uh, wat is het, uh, vier jaar lang heb ik dat alleen gedaan. Wow. Ja, dat was echt overleven. Maar hoe bizar is dit? Dus je moest vroeger naar de sportschool om te douchen. En nu ja. heb je gigantisch ja, nu heb ik vier badkamers thuis, ja. ja. Ja, Krankzinnig, man. En echt in een korte tijd. Ja, maar je moet ook geluk hebben. Heel veel mensen werken ook superhard en dan hebben ze geen geluk, snap je? Dat heb je ook wel eens. Maar ja, ja, ik okay. heb dan ook wel weer geluk gehad. Ja, ik vind geluk altijd wel een moeilijk begrip. Want ja. uh, ik, ik heb ook wel eens iets van, geluk kan je ook afdwingen. Ja, ik bedoel, als je, je krijgt niet alleen geluk door heel de dag stil te zitten. Daar geloof nee. ik niet zo in. Nee. Maar, uh, want hoe, hoe was jouw thuissituatie ervoor? Want je was 16 toen, uh, of ja, uh, jonge leeftijd, ja, op jezelf nee, Ja, ik was... Kijk, ik was op mijn veertiende van de basisschool, ging ik naar de eerste, boek opgehaald. Nou, ik had toen gewerkt in die zomervakantie van de basisschool naar de uh, eerste klas, zeg maar. Ja. Dus ik was de enigste gast van mijn leeftijd met geld, ja. omdat ik gewoon gewerkt had. En toen ging ik naar school en toen had ik dat niet meer, zag ik steeds weglopen dat geld. En dacht ik van, fuck. En ja, dan ga je spijbelen en dan ga je het doen en dan word je een beetje, ja, niet echt een probleemkind, want... Uh, ja, eigenlijk wel een probleem, Want je, 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 je gaat uit huis. Je ouders accepteren het niet. Mijn vader had uh, gymnasium afgestudeerd. Mijn moeder had Ja, uh, ik niet. Ik wou niet naar school. Ik wou werken. En jij zegt gewoon tegen je ouders: ik ga ermee stoppen. Ja. Ik moet knaken zien. Ja, dus toen ging ik toe, in, uh, in die periode zeg maar, van uh, 16, toen, wo toen woonde ik ook. Had ik gewoon echt een kamertje van 250 euro in de maand. Ja. Waar ik, waar ik sliep. Tenminste, ja, ik sliep er alleen. Ik ging uh, kwart voor zes uh, de, op de fiets. Uh, naar, naar Trekkersveld toe in Zeeuwolde en werken, uh, werken tot, tot zes uur. bestelde ik een broodje dunner en dan ging ik mijn bed in. Wat zeiden die ouders tegen je? Van? Ja, je hebt een, een diploma nodig, ja, als spullen. word je toch nooit succesverscheid? Ja, ja, dat, ja, ja? Dat, precies dat. Ja. Gewoon, ik moest het diploma, ik moest naar school. Ze hebben alles geprobeerd bij mij, ook gewoon naar een andere school waar je meer met, met je handen gaat werken of alles. Ja, dus, precies. Super respect, dus, uh, ze wouden het gewoon het beste voor me. Alleen, uh, ik had er een andere kijk op en ja, ik heb dat toch gedaan. Ja. Maar wat was dat dan? Want je, want je moet op die 14e, die 15e, 14 15 16e misschien wel al gevoeld hebben van dat je succes ging behalen. Of, of, of nee, vond je wou, het zelf ik ook wou, heel spannend ik wou, ik, wou allemaal. Gewoon, uh, ik wou gewoon rijk worden. Ik wou gewoon een miljonair worden. Dat was gewoon... Ja, gewoon, ik wil geld. Ik was geobsedeerd van geld. Altijd sparen, 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 sparen. Eigenlijk gewoon een geldwolf. Ja. Maar ja, ik, uh, ja, ik wou het ook nooit opmaken. Nee. Ik wou alleen maar stapelen, stapelen, stapelen. Zo'n Dagobert Duck. Je ja, was er nog dat. niet in aan het ja, zwemmen. Ja, dat, dat vond ik echt... Uh, ook als ik geld vond, of weet ik veel wat, ik stortte het gelijk af. En ik was altijd gewoon op mijn rekening, lekker. Uh, ja, voor je toekomst, zeg maar. Maar voor wie heb je dat dan? Als je naar je ouders kijkt. Of uh, iemand in uh, de familie? Moeder. Ja, moeder. Moeder, denk ik ja. Die is ook wel van sparen. Net ook stiekem vroeger altijd potjes in de nachtkastje. En, ja. Uh, ja. Want als je nu jouw leven ziet, hè, je ziet je een groot huis, een zwembad, uh, auto's, uh, gouden Lamborghini. Ja. Zou je ook kunnen denken, hij geeft het uit als water. Maar je bent ja en nee, ja, ja, nee. Kijk, weet je, het is, ik, ik geef nu pas. Ja, het laatste jaar een beetje uh, dingen uit. Kijk, je hebt, je zit in de vastgoed. Je hebt de aardig wat panden, zeg maar. Heb ik samen met mijn kampioen nu. Het uh, is het tien uh, panden, dertig uh, appartementen ongeveer. Ja. Uh, dus je hebt je fundering, heb je al helemaal goed staan. Je ondernemingen goed, gezond, geen schulden of wat dan ook. Uh, dan kan je verder. Ja. Je? Ik, ik, ik heb nooit zoiets gezegd van, joh, ik heb uh, uh, nu een ton en ik ga nu die landbouw kopen. Nee, precies. Of, of, dat uh, ik heb liever dat ik, als ik die lamp koop, dat ik er nog tien kan halen. Ja. Dat is een beetje mijn, uh, mijn doel altijd. Geweest. Nee, als je er hard voor werkt en je kan het nu uitgeven, het is het mooiste zo'n uh, ja, uitkomt. Ja, zeker, 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 zeker. Het is echt uh, als jij zo'n auto ziet, het is een droomauto. Vroeger speelde je mee op het tapijt en nu rijden zelf in. Ja. Dus dat is zeker een droomauto. Maar voor mij was een BMW al een droomauto. Ja. Je komt steeds verder en verder. Je leert andere mensen kennen die dan ook weer net, net een grotere lul hebben, zeg maar. Zeg. Ja, ja, ja. En dan uh, ja, ga je erin mee. Ik vind het zelf ook mooi. En vroeger stond je met je lul te douchen bij de sportschool. Dat is een goedje, ja. dat is een jaar. Ja. Ja, wel een bijzonder verhaal. Dus ja. daarvoor heb ik je ook uitgenodigd. Want ik, ik, wilde, ik wilde wel eens weten van hoe dat zat. Want ik, 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 vind, dat, uh, ik vind dat tof. Weet je. je ziet op uh, social media, krijg je altijd een soort van eenzijdig beeld van iets. Ja, klopt. En uh, ja, en auto's, dit en zus en zo. Maar dit verhaal uh, is, is alweer uh, inspirerend zat. Ja. Uh, het gaat wel een beetje van hak op de tak, zeg maar. maar... Goed, je, je, je werk of, je, of het verhaal. Ja, het bedoel. verhaal zeg maar. Ja, jongens. Het, op... het begin en het einde, maar het maakt niet uit. het uh... is... ik hoop dat de kijkers het uh, snappen allemaal? We spoelen gewoon terug naar je was 18. Dus op een gegeven moment, vanaf je 18, toen, toen kwam dat moment van: Oké, okay, um, ik ga gewoon vol. Het ja, sanitair ja. in. En, en toen, had je, toen had je zoiets: Ik ga hier groot in worden. Ja. Hoeveel jaren heeft dat geduurd voordat je bedrijf ja, had staan? Uh, vier jaar ongeveer. En toen. Um... Uh, ja, vier jaar ongeveer dat ik echt heb lopen knallen. Toen ging ik wat minder. Ging ik uh, de koopavonden, zeg maar, naar twee, da twee dagen in de week doen. Uh, ging iets afbouwen. En ja. Uh, ja, je speelt een spelletje een beetje uit met saniteit Je wou gewoon alles weten. En, uh, van badmeubels en douchecabines. Tot dat heb ik ongeveer met vier jaar dat ik echt die fundering heb qua ervaring. Ja, mijn stiefvader had in. Dus toen was je 22 ongeveer. Ja. ja. En toen had mijn stiefvader die had een winkel in Drenthe in Dalen. Ja. En hij was verhuisd naar Nijkerk, waardoor hij uh, daar geen overzicht meer in had. Dus toen zei hij van ja, wil je niet de helft overnemen? En ik kreeg toevallig nog geld van een privé, mm -hmm. die die toen op het moment niet kon terugbetalen. Toen uh, heb ik hem dat geleend. Toen zei hij van ja, pak de helft van de aandelen en probeer het tot succes te, uh, mm -hmm. te maken. Dat was echt een, een zaak met drie ton schuld zat erin. Uh, de voorraad was heel weinig. Uh, de... De showroom was echt echt verpauperd zeg maar. Mm. Dus ik ben daar toen uh, een half jaar mee bezig geweest en uh, ton geïnvesteerd in de showroom daarop en uh, alle personeel weggetrapt, allemaal nieuw personeel aangenomen. En ja, dat heeft ook twee jaar lang geduurd totdat ik, ik die drie ton uh, gewoon op nul had zeg maar. Ja. Dus de, dat was de tweede onderneming dan. Heb je wel eens gedacht tijdens dat proces waar ben ik aan begonnen of? Zat ja, je nu. Altijd... Nu, 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 dacht ik echt, nu denk ik van, boah, ik ben eigenlijk best, best wel genaaid met die winkel. Het was eigenlijk gewoon papierverhiet. Ja. Maar het was me toch gelukt. Ja. Ja, en toen, uh, toen was ik, uh, omdat ik zo in die vibe zat, zeg maar, alles lukt me. Toen uh, heb ik nog een concept overgenomen van, uh, badkamerhuis was dat, in uh, Enschede. Nou, dat heb ik toen overgenomen, maar ja, die kon ik niet redden. Die is uiteindelijk verhiet gegaan. Had, in Rotterdam had ik ook nog een winkel geopend. Welke was dat? Badkamerhuis, ook. Okay, uh, ja? ja Bad Waar in Rotterdam zat dat? Uh, op de. Uh, weet ik niet meer. straat, <laughs> Lang ja, het industrieterrein. Wat helemaal vernieuwd gaat worden. Okay. En dat was echt. Uh, ja, zo even geleden. Hoe heet die straat ook weer? Uh, ja, maakt het niet uit. Maar in ieder geval. Uh, die, uh, die draait nu nog wel. Dus uh, die heb ik op een gegeven moment van de hand afgedaan. Uh, omdat ik er gewoon geen tijd, geen, geen energie meer in had. En. Uh, uh, ja, die was toen failliet gegaan. Dus uh, helaas pindakaas. Maar ja, uh, dat is ook wel weer een ervaring. Ik, uh, gelukkig geen bestuursaanspraak. Omdat ik gewoon. Uh, ja, terens werd overgenomen. En het was gewoon niet meer te redden. Ze zat zoveel. Op een gegeven moment kreeg je leven stoppen. Uh, en je kon geen marketing meer betalen, et cetera, et cetera. Dus toen uh, is het failliet gegaan, helaas. En toen, even kijken, je zit in dagen. er was twee, uh, <laughs> Ja, het is een beetje. Uh, <laughs> is veel gebeurd? Ja, in het ja, het is heel, half, ja. ja, het is heel veel gebeurd. Heel veel gebeurd. Dus toen uh, uh, was dat failliet gegaan. En toen ben ik gewoon een focus op uh, uh, mega dump. Gewoon alleen maar knallen, 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 knallen. En toen kwam op een gegeven moment 2016, kwam, uh, in 2016 tegel de Poembeeld. beeld, die was uh, uh, wat meer op online gebied was die uh, heel sterk. Waren eigen concurrenten. Ik heb mijn compagnon. Ja. Nu, zeg maar, waren echt concurrenten. Ik was meer met de showrooms en hun waren meer met online. Ik had, ik had helemaal geen gegeten van uh, online. Alleen maar in uh, gewoon de showrooms. Ja, toen op, op een gegeven moment hebben we dat samengevoegd tegel de en meegedum. Hun deden mijn online en ik deed hun showroom en ja. inkopen. En dat hebben we toen, ja, dat was 2016 was dat. Ja, toen zijn we ook gewoon echt door het dak gaan met allebei de bedrijven. Ja. Ja, dus dat was echt, uh, dat was een goede zet geweest van beide partijen. Dat we onze bedrijven hebben samengevoegd. En ja, het is nu gewoon een van de grootste van Nederland. Met uh, 40 miljoen om euro omzet. Waanzinnig man. Ja. Maar weet je wat ik zo geinig vind? Je stopt op je 15 en 16 stop je met school. Uh... Alles wat jij nu doet, dat, dat is best wel, uh, er komt best wel veel bij kijken. Een zaak uh, open is niet alleen uh, hier, ik draai uh, sleutel en slot en uh, hoppa, hij is open. Dan uh, komen klanten binnen. Nee, nee ja. precies. Maar aan de achterkant, weet je, je back-office, je facturen, alles, boekhouding. Dat heb je allemaal moeten leren op hele jonge leeftijd. Ja. Ja. Dat heb je ja, wel moeder, snel Mijn moeder, deed eerst de eerste administratie, uiteindelijk. Heb ik van mijn accountant zeg maar, heb ik heel veel geleerd. Het heeft me heel veel geld gekost. Ja. Maar, ja, maar als ja. hij terugverdient, je account. Ik heb nu nog steeds vanaf 2008 tot nu heb ik hem nog steeds. En ja, ik luister gewoon altijd naar hem. Ik ging ook echt gewoon één keer per week soms naar hem toe. En gewoon urenlang praten, veel bellen. En wat moet ik doen? Want ik wil gewoon niet dat ik einde van het jaar uh, weet ik voor hoeveel belasting moet Een nou, afrekening krijgen. Ja, precies ja. dat. Zelfs op de dag van vandaag helpt hij mij nog. Ik ben nu de challenges aan het opnemen met YouTube. Dus zegt hij ook van, ja, als je een Rolex gaat weggeven, dan moet je er een soort kansspel, Dus dan moet je ook belasting over Ja, precies. Ja, wist ik ook niet, snap je? Dus dat zijn wel dingen waar, waar, ja, het maakt je als persoonlijkheid ook sterk, zeg maar. Als je gewoon een goede fundering hebt als accountant of gewoon mensen, personeel. Absoluut. Ja. Maar ja, goed, je had uh, geen leerschool. Je moest het allemaal ja, tijdens het ja, proces praktijk, moest je dan ja, ontdekken. Ja, praktijk is voor mij heel belangrijk geweest. Dat ik echt gewoon... Uh, gewoon doen, gewoon op je bek gaan, uh, ja. failliet gaan, uh, gewoon vallen opstaan. Maar je zegt net uh, 40 miljoen omzet, dan ben ik wel eens benieuwd, hoe kijkt je vader nu naar je? <laughs> op ja, moment super trots, ja. super trots, en ik ook op hem. Dus ja, <laughs> ja ah, dus mooi. Een, we hebben gewoon goed contact alleen. Ja, dat is een, per een jeugdperiode. Hè? Ja, ik weet niet hoe jij was, maar. Nee, <laughs> nou, ja, maar ik heb hetzelfde. Ik ben ook gestopt in mijn studie. Ik zei tegen mijn ouders van, uh, ik stop ermee. Ja. Ik ben helemaal klaar mee. Ik kan niet in dat stramien lopen van zo'n. Uh, van zijn van studie en van zijn school. En, uh, ik, ik weet dat mijn moeder het ook spannend vond. Ja. Maar ik heb wel, ik heb wel het gezegd, maar ik ga er ja. aan je bewijzen dat het goed komt. Ja, ja. Dus, en, dus ja respect, dat... respect. Jij ja, doet het ook goed. Dus. Nee, maar maar die... ik, ken, ik, ik kende jou ook helemaal niet. Uh... Nee. Ja, ja, nee. nee ja, <laughs> ik kende jou ook niet zeg maar, van de social media, media. Ik heb wel wat filmpjes gezien. Ja, dan, ja. Maar ik zei, ik zei tegen Enzo, nee, tegen Don ik zeg, ja, ik kreeg een berichtje van uh, Kai's petjes of zo. Kai's die petjes. <laughs> <Nee>. <laughs> Hij zei, ah, keihard petjes. ze nee, dus Ik zei, oh, ze zei, wat is er voor uh, man? Ja, hele leuke gast. die doet ook podcasts <laughs> en zo. Ja, nou, ja, nu zit ik. Ik kreeg, ik kreeg wel eens te horen van iemand die zei, hey, je, je, je hebt toch keihard typetjes?" typetjes. Dus ik dacht, dacht dat mijn achternaam was. Maar ja. bij mij is dat ooit begonnen omdat ik die, die, die kutschilpjes <laughs> ja, maakte. Ja, fucking dus, uh, nee, yes. leuk. Dus, nee, maar leuk om te horen. En um, dus met betrekking tot je, tot je ouders, ja, weet je, ze hebben natuurlijk wel uh, in die periode fase gehad waarvan ze dachten van. Als dat, ja, als dat maar goed gaat met ons shit. Ja, die hebben wel een pittige tijd gehad. Die, die hebben er veel uh, nachten van wakker gelegen, denk ik. Daar ja, ja, heb ik nu wel spijt van. Maar, maar goed, het is. Uh, Hoezo heb je, je daar spijt van? Want uiteindelijk ja, is het goed je, gekomen toch? Ja, klopt. Alleen, je hebt toch wel een periode voor je ouders. Een kutperiode voor je ouders gezocht in hun leven. Ja. Dus, en dat, maar het was wel nood, noodzaak. En, ja, toch? Ja, anders had je nooit hier anders, geweest. Anders, nee? anders was ik hier niet geweest. Dat sowieso. Als ik gewoon nog naar school ging en uh, ik wil altijd tegelzetter worden. Nou, dan zat ik nu nog op mijn knieën, denk ik. ja maar ik een tegelzetterspapiertje dat ik professioneel kan tegelzetten. Maar dan had ik geen landbouw zeg maar. Ik moet zo lachen, want jij bent dertig. Ik ben ook dertig. Eigenlijk heb jij een... Je hebt er al een heel mensenleven op zitten. Ja, je hebt een... Je hebt gezin. Je hebt drie kinderen. Vier. Vier kinderen. Nou, logisch. Dus je hebt ook een vrouw. Ja, negen jaar. Ja, en dan heb je een... Nou ja... Een paar ondernemingen. Ja, zes bedrijven, zes, zes sanitair winkels, zeg maar. ja. Zes sanitair winkels. Je hebt panden, je hebt een mooi huis, je hebt je Lamborghini. En dat heb je eigenlijk een hele korte tijd allemaal verwezenlijkt. Ja, 10, ja, 12 jaar. Hoe kijk, ja. je, hoe kijk je naar dat hele proces en hoe kijk je nu naar jezelf? Besef je wel eens wat, wat nee, er allemaal gebeurt in dus die nee, 12 jaar? Nee, echt niet. Want het, het gaat maar door. Het gaat me nu ook gewoon nu omdat je met de social media. Dan heb je eigen merch ineens. Ja. Super lekker. Ja. Uh, je Op een gegeven moment van het Instagram doe je YouTube zeg maar Hij gaat ook door het dak ook gewoon filmpjes met een miljoen weergavers denk je van wat de fuck wanneer stopt het maar het, ja. gaat, het gaat maar door maar je, je creëert gewoon leuke content gewoon uniek je probeert te zijn in Nederland en uh, het, het komt het komt gewoon en ja nu, nu je hebt je hebt zeg maar die kleding je, je bent met die augmented filters uh, hebben een bedrijf gestart zeg maar met die uh, filtertjes gifjes ja ja dingen gaat daar door. ben je zelf een bedrijf ook in gestart ja, ja samen met woimannen ja, we hebben nu dat augmented filters. Nou, dan doen we ook voor baller, Moeten we filtertjes maken. En uh, ja, ja. superleuk. Dus je krijgt steeds... Je pakt het ook zakelijk op. Maar waar haal je de tijd vandaan? Goede mensen hebben. Ja. Dat is echt hoor. Ik heb, uh, ik heb 103 man personeel. Maar ze staan allemaal achter ons. Ja. En dat is wel superleuk. Want dan trek je ook naar next level. Als ik geen personeel had, dan, dan zat ik hier ook niet. Maar kun je, kun je dat team wat je gebruikt voor, uh, voor die sanitaire winkels ook gebruiken voor hetgeen wat je nu aan het doen bent? Ja, soms, soms uh, van de marketing of van de supportafdeling. Uh, die helpen mij ook. af administratie helpt me. Ja, eigenlijk iedereen. Magazijnen, mensen helpen me. Niet, niet met deals te maken. Of mee, maar wel met uh, filmpjes of uh, productontwikkelingen. Dat soort dingen. Dat ja. Heel creatief. Nou, het is wel grappig, want uh, je, bent, je bent ondernemer en uh, dan ineens op je dertigste ga je met allemaal YouTubers op, word je bekend, word je herkend door, door kinderen op straat. En uh, hoe, hoe, hoe is dat dan? Uh, is, dat goed, is dat nog goed te combineren met je werk? Uh, wel want wat ik kan wat me ook minder, voorstellen dat al die, al die gastjes voor je, voor bij de tegeldepoog ja, voor de deur staan, of ja, niet? Ja, overal. Alle winkels, in, uh, in, Me in Meppel heb ik ook een winkel, die worden er ook helemaal gek van. Dus staan ze de tegels van de muur te trekken? Ja, nee, die gaan, staan ze gewoon de hele tijd te kijken of ik, of ik aankom. En uh, ik heb het ook vaak tegen, in, in YouTube-video's of Instagram gezegd, dat ze dat niet naar de zaken moeten bellen. Want dat, op een gegeven moment werd het wel steeds meer, gingen ze de hele tijd uh, naar de zaak bellen. En kijk, we hebben, wat is het, uh, 500 telefoontjes van, bij Theodepo per dag. En als je dan die kinderen er nog tussen door uh, ja... Dat is niet leuk. Dat is niet nee, leuk. dat is heel dus irritant. Ik heb een paar keer al gezegd van jongens, doe het niet, laat ons gewoon werken. En nou, uiteindelijk wordt het, wordt het wel minder. Eerst ben je een hype en dan wordt het steeds minder. Ja, 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 en komt ja. het weer en dan ja, doe je niks aan. Maar weet je, ik vind het wel leuk. Aandacht, uh, aandacht krijgen. Dus kun, kun, kun je niet een apart nummer maken gewoon? Waar zijn er toe bellen? Nou, mijn nummer was een keertje gelekt in Boa's video ja. en ik word nu nog dagelijks gebeld. Heel irritant. Ja, het is echt heel irritant. Ik heb het ook drie keer gehad. Ja? Ja, De laatste is... keer dacht ik: van, uh, pof, ik heb geen zin om een nieuw telefoon te nemen of een nieuw nummer. Ik had ja. net een nieuw nummer en toen lekte die weer uit. dat is ook Nassim nas van ken je KNSIM, Nassim Sezeta. Ja, die was laatst bij Nassim. Nee, nee, of dat is Nassim. Oh, Nassim Amadi. Nassim Cezeta gaat met Andalusi. Sorry. Nee, maakt niet Sorry. uit. Hij zit ook in de auto's trouwens. Daar heb ik allemaal gekke auto's. Ja? McLaren's en. Uh... Ik moet echt veel leren. Ik ben echt in een half jaar de tijd. Dus iedereen zegt: ja, ken je die, ken je die? ik moet het allemaal nog. Nou nee, ja, maakt niet uit. Maar dus, ja. de lang verhaal kort, Ik dacht misschien: Kim, nee. die, die, had even een, die had een hele rare profielfoto van mij op zijn dat had hij nou gedaan? Ja, een rare profielfoto van mij. Uh, dat als ik hem belde. Ja. En daar had hij screen van gemaakt. Dat had hij in zijn story gezet was. Oh. Even dat hij dat je mijn nummer nog zat. Oh. Maar ik had net een week een nieuw nummer. Dus oh. toen moest ik weer een nieuw nummer aanvragen. Dus dat je af en toe wel simpel van. Ja, snap ik. Maar uh, ja, oké, okay. en, en, en wat je hebt natuurlijk ook een. Uh, je betrekt uh, je vrouw en je gezin er eigenlijk ook bij. Bij je bekendheid. Hoe hebben die gereageerd uh, op het moment dat je hiermee startte? ja die, die, die keek altijd de vlogs van, van een enzo of uh, en nu zit ligt hij te slapen op de bank zeg maar het is, ja. het is nu wel normaal geworden in het begin was het wel even oh YouTube oh, wat leuk dit en dat en nu is het heel normaal ja nu uh, ja ze gaat gewoon mee in die flow. ja dus ze heeft geen zelf geen Instagram account of iets of uh, ik probeer dat een beetje uh, dus krijgen ze allemaal haat overheen misschien of iets dat ja. ik probeer dat wel een beetje uh, gescheiden te houden Vind je dat niet ook lastig met je kinderen, dat je denkt van ja, weet je... Ja, weet, weet ik niet. Ik weet het niet. Ik, ik heb, ze hebben allemaal accounts, zeg maar, vier accounts, allemaal via de kinderen. Gewoon 20.000 plus volgers. Alleen, kijk, wij, wij beheren dat wel zelf. Alleen ja, kijk, ik weet niet hoe dat... Uh, nu vinden ze het leuk. Ja. Uh, ik weet niet hoe dat later is. Misschien heb ik er later spijt van, maar dat weet ik niet. Ja, dat vraagt me nog wel eens af. Weet weet je ben je misschien bang dat je kinderen later uh, zeggen. Ja, ja pa, uh, leuk dat je dat allemaal gedaan hebt, maar ik ja. wilde dat helemaal niet. Maar ja, misschien als ik het niet had gedaan, dan zeggen ze van, joh, papa, waarom heb je dat nu gedaan? Ja, ja. ja je weet het niet. Het altijd ja. een keuze die wij later misschien wel of geen spijt van krijgen, maar dat zien we dan. Ja, die uitkomst moet nog ja. blijken. Maar je bent uh, mensen vergeten je sneller hoor. Ja. Dan, uh, dat ze je leren kennen. Zo. Nou ja, goed. En jullie, jullie beheren wat erop komt. Dus je hebt daar gewoon controle op. Ja. Wat je daarop plaatst. Ja, 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 daarom. Wat geinig. Dus het hele gezin... Uh, ja, het hele gezin zit erin. <laughs> ja, me je groeit erin mee eigenlijk. Ja. Ja. En hey, dan... Uh, je, hebt, uh, vooral, je bent vooral vaak te zien volgens mij met Don de Jong. Dus ja. daar, daar ben je veel mee op pad. Ja. Ik kijk die video's van Don de Jong. Ik kijk ja. eigenlijk vrij weinig echt. Ik kijk vrij weinig YouTube. Ja. Uh, ja, ik kan Don Ik weet niet wat het is. Maar zo'n lekkere... Vibe hebben wij altijd. Jullie lopen de hele dag te kloten. Ja, echt gewoon superleuk is dat. Ja. Gewoon, maar, maar als de camera uit staat, er gebeurt er ook zoveel. Ja. En we filmen heel veel, maar vorige keer ook had, waren we bij me thuis, toen kwam je mijn schoenen afleveren. Hij zegt, wow, wat jullie doen, dat is niet nep. Hè? Want de camera staat uit en jullie zijn nog, nog stoelen onder elkaar aan het weg. Doen. Ja. ja. Het is, uh, ja Want hoe nee. hebben jullie elkaar ontmoet? Via een badkamer. Ja, ja. ja nee, We waren in ja. hetzelfde bad. Nee, ik zat bij Boas op mijn auto. En toen uh, DMde Boas. Um, of ze hadden Boas contact met uh, Don. En op een gegeven moment stuurde Don mij een berichtje. Van: Hé, hey, ik zie dat je in de badkamer zit. En dit en dat. Mm -hmm. Dus ik wil mijn ouders een badkamer weggeven. Vind je het leuk om. Uh, uh, om er een mee te doen. Ja. Ik zei, nou, uh, kom maar een keer langs. Mm -hmm. Dus toen kwam hij langs bij mij. Uh, een uur later lag hij bij mij in het zwembad. Ja? <laughs> ja, thuis. En uh, toen heb ik voor zijn ouders... Uh, dat was de eerste badkamer die ik gratis had weggegeven aan, uh, aan Don. Ik denk van, ja, influence, heeft dat wel zin? krijgt, er wel promotie genoeg voor? Ja. Of, uh, toen uh, hij heeft hij video gemaakt in de zaak bij mij. Uh, die is op een gegeven moment ook volgens mij een miljoen plus al... Uh, uh, badkamers uh, badkamer aan mijn ouders gegeven. Ja. Uh, die is echt viral gegaan. En toen... Door die vlog, toen ben ik in één keer echt bekend geworden. En toen dacht jij bij jezelf, hé, hey, dit is niet alleen leuk om te doen, maar het heeft ook nog zin voor, uh, voor mijn zaak. Mening, ja. Ja. ja, dat was toen echt de omslag. Toen uh, had ik uh, 4000 volgers of zo, En toen ging ik in één keer, een kreeg ik er tien bij. En in, bij boos want ik wou altijd swipe op doen ja. voor mijn bedrijven. Alleen ik zeg tegen boos, ik zeg. Hoe werkt dat? Hoe werkt dat? Uh, ja, gas, dan moet je 10.000 volgers hebben. Ik zeg, oh, dan ga ik, ga ik halen, ga ik halen. Ja, ja, Goed, ja. Dus op een gegeven moment binnen een week had ik het gewoon. Ja. Van 4000 naar 10.000, Ja, dat is echt niet normaal. En toen, ging, en toen ging het alleen maar harder, harder, harder. <laughs> ja, leuk. Durf je al te zeggen dat uh, door wat je hebt gedaan uh, aan, aan social media dat, je, dat de verkoop van je producten daarmee zijn gestegen? Ja, weet ik niet. Want het zijn natuurlijk wel jonge kijkers, hè? Dus een ja, mannetje maar van kijk, 12. Als je kijkt hoeveel jonge kijkers. Uh, je ouders zijn best wel beïnvloedbaar door je kinderen. Mm -hmm. Als je kijkt wat, wat voor vragen ik krijg van, van ouders. omdat die kinderen fans zijn. ja, ik durf het eigenlijk niet te vragen. maar mijn zoontje, die je vroeger dan kent, zeg maar. of een, of een directeur van een groot bedrijf. die dan tegen je zegt. die je dan opbelt van. hé, hey, ziet. Uh, vijf jaar geleden toen je hier was. toen maar uh, die kleine van mij. die is helemaal fan. Ja. Je, snap je? Dus. Uh, en dan gunnen ze jou ook weer Tuurlijk, de badkamer. Ja. En uh, je hebt gewoon een heel laag prijsniveau uh, bij Tegel voor mooie producten. Dus ja. Ja, dat werkt weet, wel door op het, die manier. Ja. Ja, het helpt mee. Help mee. Kijk, je hebt ook misschien mensen van hey, die gasten op de landbouw. Ik, ik ga mijn badkamer daar niet halen. Één nou, badkamer kan ik geen landbouw kopen. Maar uh, nee. ja, we zitten, we zitten wel echt in de massa qua sanitaire en tegels. Dus. Ja. Maar ja, goed, het is natuurlijk de manier om, uh, om je bedrijf te promoten. zodra al die social influencers bij jou een badkamer afnemen, in de ja, end blijft er altijd het, wat aan de strijkstokken. Ik blijft maar komen. Ik was onderweg hierheen toen stuurde Bollebof, stuurde mijn berichtje. Ja. En Inge de Bruin, die belde me uiteindelijk op met voor ook een badkamer. Dus het, is, ja. het gaat de hele tijd maar door. En superleuk. Het is echt mond op mond uh, is, ja, gewoon goede reclame. Ja, waanzinnig joh. Ja grappig en uh, wat 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 is het uh, wat is het doel met uh, social uh, social media buiten dat het uh, de verkoop van je producten versterkt want je bent ook wel echt bezig met formats op op YouTube die goed bekeken worden ja. je, je, je geeft spullen weg ja. uh, dus wedstrijdjes voor de mensen die het niet hebben gezien. Uh, challenges, via, ja. Ja, challenges via youtubers op een scooter. Degene die er langs op blijft zitten, die wint hem. Ja. Is natuurlijk, uh, de, ja, de jeugd die vreet die, uh, die informatie, want het is leuk om naar te kijken. Ja, ja. Het uh, is ook een concept wat in Amerika volgens mij gedaan wordt. Hoe heet ja, het ook alweer? Mr. Beast. Ja, Mr. Beast. Ja. Is de, ook daar een gigantisch succes. Ja. Uh, ja, en hier in Nederland uh, uh, doet niemand het. Nee. Dan dus heb je één keer een vlogje met... Uh, als je in het water springt, krijg je 100 euro. Uh, maar niet echt next level dingen. Dus mijn doel is om dat uh, ja, groter uh, uit te pakken. Dat op een gegeven moment ook een beetje alle MrBeast-auto's weggeven. Sowieso ga ik binnenkort een BMW weggeven. Ja. Maar steeds wil ik verder, 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 verder. En... Maar moet je dat niet juist niet... Want je ge geeft het nu aan de YouTubers weg. Moet je niet met... Nee, met kijkers. Kijk, uh, de afgelopen video met die balletjes... ben ik ook langs fans uh, gegaan ja. die mijn merch hebben gekocht. Uh, kijkers ook. Uh, dus dat iedere, iedere video die nu zeg maar, live komt, zitten uh, fans en kijkers. En, die kunnen het winnen. Ja. ja, ja. Lachen ja, man. Dus ik heb zaterdag ga ik er nog eentje opnemen met de Rolex. Uh, <laughs> Doe dan uh, één, uh, één bekende mee. de dus Koen van Kaasje, zeg maar, die doet dan mee. Ja. En uh, drie onbekenden. Maar wat, hoe, hoe oud zijn die mensen die zich opgeven daarvoor? Ja, van, van 13 tot, uh, tot, tot 60 zeg maar. Dus kan eigenlijk ja. iemand van 13 kan Rolex winnen. Ja, maar zelfs uh, Frans Dijs die appte me gisteren van, ah, kan ik ook meedoen? <laughs> <laughs> ja, maar het is, het, is leuk, het is fucking leuk. Oh, wat geweldig. Het, het is gewoon leuke content. Het, is gewoon, het kan een dag duren, het kan drie dagen duren. Je, ja. doet, je doet er wel allemaal gekke dingen tussendoor. Maar... Al die vaders die je kinderen opgeven, ga naar Sheet, hè, want je eten. Je moet die BMW voor pappen winnen. Ja, of een vrouw die dan een shirtje voor de man koopt en denkt van, ja, die kan dan meedoen. En... Ja. Dus dat is wel, uh, en wat moeten ze doen voor die Rolex dan? Blijven staan. Gewoon hun vinger erop, het, uh, tenminste niet het horloge, maar de, ik zet er even een pilaar zetten ja. neer. Dus dan moeten ze hun hand opleggen. En degene die het laatste hand, hand weghaalt, wint, uh, wint de Rolex. Hoe lang denk je dat ze kunnen blijven staan? Weet ik niet. Weet nee? je niet. We hadden laatst met, de, met een uh, badchallenge, zaten de mensen 8,5 uur in het bad. Ja. 28,5 uur in het bad. Dat is echt heel lang. 28, maar mogen ze wel eten tussendoor? Ja, eten, pissen in het bad. Ja? Mogen er niet uit. Moeten ze pissen in het bad? Ja, Zo, dat, ja zouden... dat is wel super leuk. Hoor, want op een zaten ze ook maar een ik door... zou echt vol pissen, denk ik. Ja, maar de, die meisjes en jongens, ze pissen er allemaal in. Op een gegeven moment ging <laughs> ik, ging, ze, moesten ze van het ene bad naar het andere bad. Ja. ja. Dat was fucking leuk. Fucking leuk. Als je nog niet hebt gezien, moet je maar kijken. Maar het is echt. Uh, heb ja. je zelf verkeerd gegeten hebben? Ja, dan uh, moet je wat wat donker bad, ja. <laughs> maar, dat, maar dat heb je gewoon constant gefilmd. Ja. ja. Gewoon echt, uh, het, wat is het? Uh, ik ja, had echt zoveel beelden uh, het was gewoon hij was twee weken bezig om te editen zo wat jeetje ja. mina zeg maar je bent al snel opgepakt dus je bent uh, ja. op een gegeven moment je bent uh, je hebt volgers gekregen op op, 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 op social media Instagram toen, toen daar begonnen we mee toch ja, ja Instagram begon het en dan heb je een Facebook accountje Instagram accountje echt heel veel echt heel veel ik had eerst vroeger had ik altijd gewoon LinkedIn dan heb je een paar duizend volgers maar het is gewoon zakelijke contacten en dus heel veel via Instagram komen ook weer de zakelijke contacten via je LinkedIn. Ja, en nu heb je ja, Snapchat, maar ja, dat doe ik niks op. Ik nee. kan het niet, zoveel kan ik niet onderhouden. Nee. Uh, Shark Official, uh, Dutch performante uh, je kinderen dan. Ik heb, laatst had ik zo'n Kenham uh, gratis gekregen. Had ik heb ook een accountje aangemaakt, Dutch Canem. Ja, gewoon... Wat is dat? Een Kenham? Zo zo'n Kenham, zo'n driewieler. Ja, ja. ja, die heb ik toen uh, gekregen. Nou, die is ook gewoon viral gegaan. Ja. Maar gelijk, ik grijp dat ding, gelijk die Steven Bergwijn. Ah, gaat ook zo'n ding halen. Snap je Maar, maar jij hebt, dus wat heb je gedaan? Je hebt, je hebt dan Dutch, je hebt daar ook een aparte Instagram in ah, van. Ja, nou, die heeft ook wel 20.000 volgers. Fuck, leuk toch? Ja. Ja. Ah, dat kan je toch op een gegeven moment niet meer onderhouden, man? Nee, ja, kan ook niet. Maar ik ga dat er gewoon, ik geef dat aan het bedrijf. Zeg maar, die ik heb van hun dat ding gekregen en ik maak reclame en ik geef van hun dat, uh, dat account. Oh ja, op zo'n manier. Ja, ja, dus een beetje elkaar helpen. Ja, hij zal de zal een goede manier ook. Ja. ook wel een hele nieuwe manier van business doen. Dus als ik mijn auto ga verkopen, dan uh, krijgen ze mijn account erbij. <laughs> <laughs> ja, maar ja. Maar die, die Lamborghini, <laughs> dat was de droom toch? En uh, is er. Uh... Ja, waar gaat het naartoe de komende vijf jaar? Wat zijn de doelen en de dingen die je wil bereiken hiermee? Ja, je hebt eigenlijk al je, je doelen heb je al wel gehaald, zeg maar. Dus je bent daarin wel uitgespeeld. Alleen het is nu gewoon, gewoon stabiliseren. Gewoon doen wat je leuk vindt en wat nut heeft. Ja. Ja, door de ervaring, je krijgt nu zoveel naar je kop gesmeten. Je zegt uh, 99% zeg je, zeg je nee. Ja. Dus dat. Uh, ja ik kom er gewoon dingen op me af en uh, ik pak het op of, of ik pak het niet op? Pak het op. Pak het op. Ja. Pak het op, joh. Ja, dus, uh, Ja, dus... en uh, Kan je tussen, tussen het werken door ook af en toe sushi eten? Want uh, daar we bij jou op partij sushi naar binnen, man. Ik, maar jij ja. zwemt binnenkort gewoon ja, de oceaan in, ja, Maar dan ga ik echt zo goed op. Jij wat? verandert ja. nog een keer ja. in het tonijn. Ja, ja ik heb echt gekregen. Ja, ik weet niet waarom. Maar het is gewoon lekker. Ja, de ene eet McDonald's. Ja, dat eet ik ook maar. Ja. Maar jij, luister, jij, jij bestelt volgens mij een partij patat en sushi. Ja, heel veel. Ja, veel. toch? Ja, het is echt... Ja, ik <laughs> weet niet. In, in, normaal ga ik naar de restaurants. Maar nu, in verband met corona, dan, ja, dan heb je geen, uh, zijn de restaurants dicht. Dus nu moet je echt creatief zijn. Creatief met koken. Ja. Kan, je, kan je koken zelf nee, eigenlijk? Nee? Nee, echt helemaal kut. <laughs> echt, ja, nee. Dat, ja, kreeft en zo, maar dat is gewoon koken. Dat is gewoon erin gooien en tien minuten wachten. Dat, dat kan wel, maar... Uh, weet ik veel uh, wat voor gerechten uh, harcier of zo weet ik veel <laughs> Dat hoef je mij niet te laten maken hoor nee is ook niet zo lekker harcier nee. hey uh, hoe ga je met de uh, druk om want er komt natuurlijk ook wel heel veel bij kijken en, en dat is wel wennen Dank. ja ja want ik denk op een gegeven moment je zit op een gegeven moment thuis om achter en denk je van het is helemaal kapot omdat je je zit de hele dag op dat ding ja. te communiceren met, met met je personeel met je bedrijven uh, met je Instagram probeer ook op Instagram zoveel mogelijk te reageren mm -hmm. Uh, ja, het is, het is heel druk. Echt heel druk. Soms denk ik wel van. Oh, man, oh. Ja. Maar ja, je pakt het gewoon iedere keer op. En dan zie je iemand weer lopen op straat. En zegt, hey shit wacht op de foto. En dan doet je weer gelijk goede vibes. Ja, Maar normaal kwam je terug van je werk. Dan deed je even factuurtjes inboeken. En uh, dan, dan zet je je telefoon uit. Misschien of niet. Maar je gaat in ieder geval even op de bank zitten. nu moet je dat social media nog onderhouden. Ja, meestal tot achter. Dan, dan reageer ik op social media. En dan na nou, achter niet meer. Dan werk ik alleen het werk. En uh, facturen controleren. mails doen. En... Maar hoe ontspan jij? Wat is voor jou de manier om te ontspannen? Om te ontsnappen? Ja? Slaap. slaap je goed? Ja. ja, vannacht wat minder, maar ik slaap sowieso goed. Want, uh, Slapen rust is echt voor mij echt belangrijk. Of dat ik gewoon een vakantietje of gewoon een paar dagen niks zeg maar. Hoe laat ja. ga je naar bed en hoe laat sta je op meestal? 10, uh, 11 uur sta ik op. Soms 3, 4 uur s'nachts naar bed. Nee, joh. Ja, ja. Je gaat zo laat naar bed. Ja. Maar wat doe je dan nog tot die tijd? Ben je ja, dan alleen nog aan alleen het. Alleen maar mail en aan het werk en uh, ja, dat. Gewoon. Zo, niet normaal man. Ja. Ja oké, okay, dan snap ik wel dat je slaap nodig hebt. Dus ja. maar je, oké, okay, je hebt wel de, de positie dat je om 10, 11 uur op kan staan door de week. Ja. ja. En als het om 12 uur is kan het ook, maar is dus, uh, soms ben ik ook uh, om 8 uur wakker. Maar meestal ik heb er niet echt een structuur in dat ik um, om de ene keer om, altijd om 10 uur wakker ben, Maar het kan om 10 uur, 11 uur, 12 uur soms dus. Net hoe laat je avond uh, daarvoor is uh, geëindigd? ja. Maar ben je nooit helemaal gaar gekookt dan van alles? Ja wel. Ja. Ja. En en, ja, weet je, je hebt je weekenden ook en dan heb je de zaak wat minder en dan ontspan je weer en weet je het is als je een dag zeg maar met, uh, met Don of zo meegaat is het ook gewoon super chill pak ik ook mijn rust ja. dan heb je ben je gewoon leuke video's aan het opnemen en uh, ja daar heb ik mijn ontspanning daar krijg ik mijn ontspanning ook wat door gewoon leuke dingen doen en met elkaar doen elkaar gunnen elkaar helpen gewoon dat dat uh, doet me goed altijd. ja maar die kijk die Don de Jong vind ik, uh, ik vind het zo bizar over die, uh, maar dat is met een enzo knol zo ook die gasten, die stoppen zoveel tijd en energie. Dat is nu normaal. Hoor. In dat vloggen, die zitten in de auto te vloggen, gaan bij jou op bezoek, bewijzen van. Ja, en, uh, in het restaurant en die... zitten ze nog. Uh, ja. het lijkt allemaal in de video dat het dat het makkelijk is, maar Klopt. Uh, Don ook die gast, die is gewoon tot drie vier uur s'nachts aan het editen. Ja. Hij edit alles zelf. Ja. En dan s ochtends wordt hij wakker, moet hij content maken, zijn vlog online zetten, hij doet alles zelf. Dat is echt respect over die gasten. Ja, maar, dus, kijk, maar bij hun is dat, dan, uh, is dat dan de enige focus. Zij zijn vlogger en dit is hun ja. bestaan. En hier leven ze van en hier ja. is het op zo'n tijd in. Ja, jij bent dat er nu een beetje aan het bijdoen. Maar ondertussen krijg je vier, vijf belletjes van uh, klanten... die iets te maken hebben met sanitair. En dan ondertussen krijg je een appje op Instagram... Uh, over wil je met die samenwerken, wil je daar een video ja. van maken. En dan krijg je van iemand... Ja, hey, uh, ik, heb, ik heb ook een Lamborghini. Zullen we een keer samen gaan uh, drag racen? Ik zeg maar wat ja, gek. Ja, ja. De, de, heel veel verschillende impulsen. Ja, en ik heb niet alleen omdat je zoveel dingen hebt, zeg maar wat mensen interesseren, uh, moet je overal zijn. Snap je? me? van badkamers tot Lambo, uh, nu YouTube, Instagram. Dus ja, je, je, je zoekt het nu wel selectief uit, want je gaat niet naar elk iedereen toe, zeg maar. Nee. Dus uh, daar moet ik ook keuze in maken. Ik vraag ook al. Ik vraag ook altijd aan andere mensen van, hé, hey, uh, moet ik dit doen? Of ik uh, vraag een uh, Milan van, hé, hey, oké, uh, jij die? moet ik daarheen gaan? En is de soccer moet je niet heen gaan. Ja, nee, <laughs> ja, dat hoor je ook wel eens, snap je? Ja, tuurlijk. Dus uh, ik vraag heel veel aan andere mensen ook van wat ik wel en niet moet doen. Ja. Ik moet nog leren, dus. Uh... Maar je zit met, je hebt één compagnon waar je het meest, ja, de meeste dingen mee doet. Hoe, hoe is het voor hem dan dat je, dat je deze ja, slag hebt gemaakt? Kijk, vroeger deed ik altijd in groeps heb, We zitten voor de zaken alle groeps heb. ik daar alle content in. Dus hij zegt heel gast, ik ga echt een keertje een Facebook-account voor je aanmaken. Ja, ben ja, ja. ik zit er helemaal gek van. Omdat ik in alle apps... ...en hij zit ook in al die andere groepen... ...dus ik gooide iedere keer de content gewoon in, in WhatsApp... ...in plaats van dat ik mijn content op Instagram deelde. Ja. Dus ik zeg, heel gast, ik ga een, een uh, Facebook-account... kun je daar alles uh, op gooien. Nou, uiteindelijk um, uh, heeft hij dat niet gedaan... ...maar heb ik het nu zelf uh, gecreëerd... En die denkt ook, hij, <laughs> ja, heeft echt wat gast je ook. Zegt hij, als hij zit, zo'n filmpje te kijken, denkt hij: Oh my god. Maar ik doe wel alles doe ik met hem samen. Ook als ik een, een deal krijg op, op, op uh, YouTube of op uh, Instagram, maar ik krijg overal de helft van. Ja. ja, met alles. Dus... Maar dat is ook misschien ook wel terecht. Want als je, als je door jou toe doen, uh, bewijs van een keer slechte publiciteit haalt, dan heeft hij, is hij ook de lul daardoor. Dus... Ja, zeker. zeker. Ja. ja, dus uh, nee, ik, uh, ik heb wat geleerd. Ik uh, alles delen. Ja, 50-50. Uh, ik denk altijd uh, voor twee. Oké, okay. ja, dus mooi. Dat is wel leuk. Hey, um, je, hebt, je hebt een grote passie voor auto's. En uh, we hadden het er net al even kort over. Je hebt een aantal van die, van die, van die rallies. Ja. En uh, ik ken ook een aantal... Figuren <laughs> die meedoen aan die, die streetcasm rallies. Ja. En ik hoor altijd de meest uh, bizarre verhalen. Ik, uh, ja. ik heb zelf geen auto van uh, 600 pk. Dus bij mij, uh, ik moet nog heel even verwachten voordat ik mee kan doen. Ja. Uh, maar <laughs> ik ben een paar keer gevraagd om mee te gaan. En het kwam er iedere keer niet van. Vertel even over zo, zo, dat streetcasm. Wat houdt het nou precies in? En, en ja, het is gewoon... hoe is het ontstaan? Uh, ontstaan weet ik niet. Ik, ik zit echt net bij de club. Okay. Uh, ik ben nog niet op zo'n grote rally mee geweest. Niet in het buitenland? Uh, nee, niet met hun zeg maar. Ik heb wel met een uh, wat uh, ander groepje wat we zelf gecreëerd gecre hebben. Zeg maar met Klibanski en nog wat andere ondernemers. Uh, maar dat is wel echt leuk. Je gaat zeg maar bijvoorbeeld waar de Dolomieten gereden, ga je echt naar uh, Italië toe door de bergen heen ja. rijden. En uh, het is denk ik zes uur, zes uur rijden per dag. En restaurantje, gewoon natuur zie je. Dus het, het, is, het is super leuk om zo'n tripje te ervaren. Uh, je deelt je kennis, je onderneming. Gewoon uh, een en, soort netwerk, Ja, toch? Het is Echt netwerk, echt netwerk. En het was de eerste keer was ik uh, met de Panamera meegereden. Uh, ik reed de hele tijd achteraan, zeg maar. Omdat is echt, dat zo, die zo, Panamera zo, die je nu ook hebt? Ja, ja, daar was ik mee naar Schotland uh, gegaan voor de eerste keer. Toen dacht je: ik moet, moet iets sneller kunnen. Ja, want <laughs> ja, het is echt uh, 2000 kilo plus, zeg maar, die uh, Panamera. Ja. En mijn uh, remblokken waren ik op mijn remschijven dan ik geloof echt, ja, het is, uh, echt helemaal kut. Dus toen op een moment, toen, toen was ik uh, uiteindelijk in Nederland. Toen zei ik tegen Klibanski: Ik zeg: uh, ja, ik heb mijn compagnon willen ook uh, een, een 458 halen, zeg maar, Ferrari. Ja. En die zouden we toen gaan halen, ik eentje en mijn compagnon een. Ja, die, ik kreeg geen reactie van het bedrijf meer. Toen zijn we naar Lamborghini gegaan. En toen hebben we de twee, uh, twee gekocht, zeg maar. Dus je compagnon heeft op hetzelfde moment die Lamborghini ja. gekocht? Ja. ja. En, en ja, <laughs> dus... dus, 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 dus ja, dus, dus in ieder geval dat... Uh, en toen later, toen toe kwam ik bij Streetgasm. En uh, wat jij zegt met die verhalen inderdaad. Dat ze echt naar het buitenland gaan. en feesten met champagne spuiten. Ja, ja. Dat heb ik nog niet meegemaakt, zeg maar. Maar dat, ik zou toen ook naar zo'n uh, event gaan, Streetgasm. Alleen... Uh, dat ging niet door in verband met de corona. Ik had hem wel betaald, dus dat vond ik wel erg jammer. Maar wat, wat zijn dan de... Uh, wanneer kan je meedoen? Of, of, of... Altijd. Altijd. Ja, oké, okay, maar je, je auto, auto moet... Als je gewoon auto, uh, uh, een mooie auto hebt, ja, je kan gewoon normaal ermee rijden of je kan hem helemaal me laten rappen met, met gekke dingen erop of een thema doen. Ja. Uh, maar je kan in principe altijd mee rijden. Met, al heb je een Mercedes AMG of uh, weet ik veel wat, dan kan je gewoon altijd mee rijden. Ja. ja, want ik weet ken het bijvoorbeeld van, van uh, Absolute Motors. Die, ja. die hebben echt, uh, wat hebben ze daar nou allemaal van gemaakt? Supreme. Ze hebben een keer volgens mij McDonald's-logo erop gezet. Ja, superleuk is dat. Ja, helemaal stuk. Ja. Maar die doen natuurlijk bij Absolute Motors ook dat rappen. Ja. En uh, ja, die, die verhalen die zijn wel geniaal wat er allemaal gebeurt. En uh, regelmatig ook. Uh, op de vlucht voor de politie. Ja. <laughs> Want die zie je gewoon in zo'n land. Gewoon ineens. Maar hoeveel, mensen, hoeveel auto's doen er mee? Pff, echt honderden hoor. Echt ziek veel. Maar kan je je voorstellen hè, voor de mensen thuis? Dat er gewoon honderd van dit soort supercars langs rijden. En dan ook nog, waarvan de helft ook op een aparte manier gerappt is. Dus één ja, <laughs> groot feestje. Ja, ja. Weet je wel, Redpool-logo's <laughs> erop. McDonald's-logo's. Ja, hoeren alles. <laughs> ja, maar het is echt. Hoor. Die zitten ook in de auto's. Ja, je hebt die, die playboy gas, weet je ook weer. Die uh, doen gewoon verkleed als zo'n playboy gas met allemaal twee hoeren Van Hugh, He Hugh Hefner. Ja, die ja. Ja, 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 ja. ja doen ze die, nou, dat soort thema's. Echt, uh... Maar die bestellen dan twee hoeren en die, die gaan, gaan dan gewoon mee. de hele race mee. De hele race mee. Ja? Ja. Mooi leven. Ja, toch? Hè? Ja. Ja, voor die ja, meiden ja, ook, ja, toch? zeker, ja. zeker. zeker. <laughs> je kan ook in de vies Van de Valk hotel afspreken, maar het is dan leuker. Ja, gewoon lekker in de auto. Dan <laughs> zie je nog wat van de wereld. Zeker, ja. Dus, ja, mooi man. Weet je wat ik, voor het eerst dat ik daarmee geconfronteerd werd, of geconfronteerd dat is een beetje een gekke, gekke woordkeuze, maar dat ik dat zag was Gumball. Daar, daar keek ik vroeger naar ja. uh, en dat werd allemaal nog heel gammel gefilmd, want het was voor, eigenlijk vol, volgens mij voornamelijk beelden aan elkaar geëdit van mensen die dat gewoon zelf met een handicap filmden. Ja. En toen heeft, Jackass heeft meegedaan, die gasten, ik oh ja. weet niet of je dat ooit meegekregen ja. hebt, uh, die hebben toen zijn hele oude Jaguar gekocht. En die zijn mee gaan rijden. Ja. En toen, toen zag ik dat en dacht ik ja dit moet wel echt hemels zijn. Maar ja, volgens dus mij is, nu is die Gumball, dus die Gumbel. Dat is volgens mij. Je moet daar echt als je gevraagd wordt zeg maar voor Gumball. dan moet je ook nog eens een ton betalen om mee te doen. Klopt. Dat is wel echt. Uh, maar wat, wat zit daar dan bij? Want dat is gewoon, ja, dan mag je meerijden. Ja, meerijden en dan eten, sla, eten, slapen. Volgens mij moet je het allemaal nog zelf betalen hoor. Wel maar wel, het zou wel lachen zijn als je gewoon met zo'n Peugeotje erachteraan rijdt. Fuckin leuk. <laughs> leuk. Ja, van de week was Enzo, kwam met die Micra. Kwam ook naar Street Gashem, naar de eindlocatie. Kwam die daar ook in één keer. Uh, Fuckin leuk. Dat is wel leuk, ja. Maar die, uh, dat gumbo is volgens mij opgericht door een Engelsman. Ik heb de laatste keer een artikel over hem zitten lezen. Want dat ging op een gegeven moment echt, Dat ging. dat werd wel echt een... Officieel evenement. Hè. Volgens ja. mij wil ze een keer Japan. Dat ze met allemaal met boten en, en ja, uh, vliegtuigen ziek. die auto's moesten inladen en dan door naar ja, Japan. Dubai en zo. Ja, ja. Kan, dat klopt. Dat is wel echt uh, is wel next level hoor. Maar dat er gaat een hoop geld in om, hé? dat is niet normaal. Ja. Dat kost echt klaar, Met vliegtuigen en uh, auto's uh, verschepen. Ja, dan loop je wel aan de kosten. Dus ja. dan snap je ook wel dat het. Dat... Maar volgens mij is dat ook wel. Dat is een beetje een soort van uh, prestige projectje geworden, toch? Ja. Als je daar mee hebt gedaan, dan hoor je ja, erbij. Dat en... is waar, dat is waar. Nou, ik, ik heb het nog niet gedaan, misschien ooit. Uh... Sjayed, wanneer gaan we jou in de Gumball terugzien dan? Ja, ik weet niet. <laughs> Laat me weten. <laughs> Swipe op. Swipe op. <laughs> en ik doe mee. Ja, mooi. En um, als je nu kijkt naar. Uh... Naar, naar, de, naar die YouTube-generatie en zo. Want het zijn natuurlijk. Kijk, je bent dertig, donde jongen. Het zijn allemaal wel jong. jong is, wel ja, allemaal ja. jonge gasten. Hoeveel? Ja, Hoeveel? Ze ontwikkelen zich best wel snel, <laughs> vind ik. En hun doen gewoon wat ze leuk vinden. En niks moet. Ze zijn allemaal niet echt ondernemend. Uh, maar ze, 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 ze gaan er wel nu voor qua ondernemers. Uh, ze willen nu ook wel ondernemer worden. Ja. Omdat ze misschien uh, van mij hebben gezien en. Uh, ik vind wel dat ze het nu goed oppakken, allemaal. Ja, want het is wel geinig. Want ik merk ook dat er een soort omslag komt. Als jij op een gegeven moment, je begint met YouTube. Ik heb zelf ook, uh, je, je genereert dan een bereik. En op een gegeven moment denk je met dat bereik... Dat vertegenwoordigt een bepaalde waarde. En dat kun je inleggen in bedrijven bijna als een soort investering. Uh, in ruil voor aandelen. Ik ben zelf ook met, nu met een aantal van dat soort constructies bezig. Maar ja. bij ons is het andersom geweest. Met ons bedoel ik dan even de YouTubers die dat ja, nu aan het is... doen zijn. Dus wij hebben eerst dat bereik opgebouwd. En gaan dat nu planten. Plot. Maar jij bent eigenlijk... Ja, je hebt het andersom gedaan. Uh, maar daardoor kan jij misschien wel uh, heel veel van hun leren. Maar zij ja, nu is... ook heel veel van jou. Ja, en dat is dus het mooiste nu. En ik ik wist helemaal niks van YouTube, maar als ik kijk hoeveel me het met gunnen is. Iedereen uh, doet elkaar na, maar dat is dan niet erg. En ja. uh, het is gewoon gunnen, het is gewoon heel open en eerlijk en niet achter de rug of uh, ze delen alles. Dat ja. had ik niet verwacht, had ik niet verwacht. Het is niet zoals uh, de supplementenwereld zeg maar. Nee, nee. Dus Het is echt uh, ja, mooi om te zien. Maar je moet elkaar ook helpen, of je moet niks. Ja. Maar het, het, kijk. Jij bent gegroeid in het aantal volgers, mede doordat je bepaalde samenwerkingen bent aangegaan. Ja. En dan kun je gewoon stappen maken. Maar je hebt uit, in die end heb je elkaar allemaal nodig om. Ja, maar als, elkaar ik, te als groeien. ik het niet had gegeven, had ik het ook niet teruggekregen. Snap Precies, je? weet je. Dat dus is, je kan altijd uh, beter, uh, vaak dank je wel zeggen, als alsjeblieft. Maar in dit geval niet, zeg maar. Nee, nee maar het is een wisselwerking. Ja. Ja. Maar die, dat is vanuit het ondernemerschap iets waar jij. Uh, daar heb ik heel veel geleerd in, in het delen en vermenigvuldigen. Dat was daar ook. Ja. Ja. Maar het verbaast jou dat het bij YouTubers onderling ook zo is? Ja, had ik niet verwacht. Omdat, zeg maar... Hoe uh, <laughs> nou, moet ik het zeggen? Als, als iemand beelden heeft, wil je uniek zijn. Je wil uniek zijn en bepaalde dingen doen. Kijk, met de ondernemerswereld uh, doen, ze, doen we ook dingen na. Alleen, ik kan daar niet tegen als ze, als ze mij nadoen. Mm -hmm. Zeg maar in de ondernemerswereld. Kijk, met leveranciers geef je dingen en krijg je dingen terug. Je, doet een, je gaat een, een partnership met elkaar aan. Alleen concurrenten in... Uh, kijk, als nu een YouTuber uh, de sanitaire en tegels in gaat, maken we hem helemaal kapot. Ja. Snap je? Ja, dat, dat is dan altijd mijn skills geweest met uh, sanitaire en tegels. Ik wil gewoon. Ik ben Ja, hij wil gewoon autoriteit zijn op dat domein. Ja. ja, Snap je? En dan als iemand een begint... ik zal er alles aan doen om hem kapot te maken. Ja. Financieel. Maar dat is ondernemen. Ja. Oh ja. Ook je concurrent. Je ja. kan het niet mooi maken. Dat is je concurrenten wegspelen. Ja, ja dat kan ik echt. Uh, daar kan, ik, daar kan ik echt kwaad om worden. Ik word nooit kwaad, maar als een concurrent <laughs> mij iets flikt of wat dan ook, nou, ik ga, ik ga heel ver. Maar Hoe kijken jouw concurrenten naar hoe jij nu bezig bent? Dan hoor je wel eens wat in de wandelgangen over. Uh... Ja, sommigen zeggen ja, superleuk. De anderen zeggen, hé, hey, werk je nog wel? En je? Ja, je hebt, uh, Sommigen vinden het wel leuk en sommigen hebben wel een mening over. Maar ik heb uh, twee jaar geleden, toen we echt met de, met de concurrenten ook gewoon. Uh, ook, uh, zijn we ook het delen, zeg maar. Ook wat, producten aan hun leveren, ik weer bij hun kopen. Dus je hebt wel uh, met met concurrenten heb je best wel goede band nu. Ja, vind ik dus met grote. Je hebt ook allemaal kleintjes en weet je, je, je gaat elkaar nu niet meer echt nadoen. Mm. Heb ik heb best wel gezorgd omdat ik ze gewoon heb opgebeld. Ik zei jongens, kom, wat gaan we doen? We kunnen net met elkaar groeien of tegen elkaar. Ja, en dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat je allemaal wat stapjes hebt gemaakt. Ja, ja. Maakt het voor jou het product uit of is handel gewoon handel voor jou? Het product maakt zekerheid. We gaan geen rotzooi of troep. Nee, oké. Okay, nee, dus, dus het product moet goed zijn, maar meer van uh, de branche of het product. Kijk, je, je, je wilde tegelzetten worden. Dus toen was die stap misschien naar sanitair vrij, uh, vrij makkelijk gemaakt. Ja. Maar, maar uiteindelijk, je zegt ook, ik wil gewoon geld verdienen. En je bent een ondernemer en uh, je hebt die drijf. <coughs> Je gaat nu ook kleding verkopen. Je ja. ziet nu ook dat het werkt uh, dat je met je social media wat kan doen. En dat daar ook weer handel in zit. Ja. Uh, gewoon het handel doen aan zich. Dat is wel ja, iets. Dat wat... super superleuk. Dat is ja. super leuk. Dat ik vroeger altijd wel: gewoon kleine handeltjes. Dat, uh, andere zaken, zeg maar. Ja. Maar uh, ja, de, handel is gewoon altijd. <laughs> je had het passie voor tanieren ook vroeger. Nee, 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 nee. Het nee, nee. was gewoon een pakje sigaretten verkopen. ja, en dat ja, soort ja. dingen. Zeg gewoon maar. Alles waar geld in zat. Ja, uh, ja. Dat, dat deed je vroeger. En um, ja, daar ga je gewoon super goed op, op, op ondernemen, handelen en uh, ook producten ontwikkelen. Daar ben ik ook nu de laatste tijd wel echt mee bezig. Nu wel wat minder, maar uh, voor de corona was ik er echt wel goed mee bezig. Met, uh, ik vloog naar Italië, Spanje. Ik heb op een gegeven moment lege groen in Nederland gebracht. matzwart het goud, het koper. Al die kleuren heb ik toen als... In het sanitair? In, ja, in sanitair heb ik echt weer trends gezet zeg maar, met, met gekleurd sanitair. En dat is wel mooi. Daar ben ik vier jaar geleden mee begonnen en dat zie je nu overal. Ja. En dat, uh, dat is superleuk. Als ik uh, kijk naar uh, de meeste ondernemers die ik uit mijn omgeving ken. en uh, ook dan vooral de succesvolle. dan heb ik eigenlijk altijd het idee dat het. Uh, 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 <racht> voor alle mensen die kijken. stop niet zomaar met school. Maar ik nee. zie wel een patroon in de mensen die gestopt zijn met hun studie. of met hun school. en gewoon een ja. passie achterna zijn gegaan. Ja. dat die zoveel ruimte hebben gekregen. om zelf te ontdekken en meters te maken. dat die aan de eindschip allemaal het verst zijn in een onderneming. Um, Klopt, maar ik denk dat... Herken jij dat ook? Uh, ja, zeker. Alleen, ik heb wel het gevoel dat het wel een heel klein deel is van de mensen, zeg maar, die gestopt zijn met school. Heb ik het idee. Da Want dat ik, je, dat uh, je alleen de succesverhalen hoort, bedoel ja, je ja, Snap je? Je, hebt, je hoort weinig mensen die uh, gestopt zijn met school en uh, gewoon alleen maar werken, werken, die dan op hun bek zijn gegaan. Klopt, en, dat is waar. Dat hoor je... Ik denk dat het er meer zijn dan de succesvolle. Ja. Maar je hebt wel inderdaad gelijk, zeg maar, er is wel altijd een... Je ziet altijd wel van succesvolle gasten of, of vrouwen die, die hebben toch wel echt een school niet afgemaakt. Nee, dus er moet er moet een soort een natuurlijke. Een band in. Ja, dag. toch? Ja, er moeten natuurlijke drijven in zitten en je moet risico durven nemen. Ondernemen is risico's nemen ja. en, en, en wat ik ook wel grappig vond, ik had die, wie had ik het hier nou over? Ja, Sander Schimmelpennink van de Quote 500. Toen hadden we het ook over, over ondernemers en toen zei hij, ja, dat zijn echt in de quote zijn heel veel mensen die hun studie niet hebben afgemaakt. Ja. En toen zei hij, ja, hij zei dat op deze manier. Hij zei, maar je moet ook wel eens soms een beetje dom zijn om risico's te nemen. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. En dan is, dom is een beetje een lelijk woord, maar... Nee, maar sommige mensen denken te lang erover na, omdat ze dat papiertje hebben. Exact. En dan uiteindelijk zijn ze maar aan het dwalen, dwalen, dwalen en dan gebeurt het niet. En Risicoberekening. Wij, ja, wij, ja. Uh, wij pakken het glas, drinken het op. Zeg. Jij zegt net bijvoorbeeld, ik ben in een bedrijf gesteld, het was een papier failliet. Ja. Snap je, maar je ja. hebt het gedaan, maar ja. dat is voor jou je iedereen, opstap geweest. Iedereen zei tegen mij niet doen. Ja. Iedereen, mijn accountant zei het niet doen. Ja. Ja. En die zouden misschien tegen jou hebben gezegd. Shit, dat is dom. Moet ja. je niet doen. Ja. ja, heb ik toch gedaan. Ja. En uiteindelijk wel uh, succes. En toen op een gegeven moment zeg account maar, het weer van. Uh, Gas, je moet het niet doen met die badkamerhuis. Niet doen, niet doen. Mijn moeder, niet doen. Uiteindelijk heb ik gedaan, nou uh, ja, Ja, toen ben ik uh, op mijn bek gegaan een keer. Ja, maar die heb ja. je ook nodig. Ja. Ja. Toch? Ja. Ja. Uh, wat, is, wat is het diepste dal geweest? Want je het is best wel een succesverhaal. Maar heb je, heb je wel eens momenten gehad dat je echt. Ja, gewoon een wat minder lekker in je vel zat. Dat dingen niet goed liepen. Dat je getwijfeld hebt. Ja, dat was toen, toen ik net voor mezelf begon, zeg maar. De eerste twee jaar. Als ik ook, zeg maar, eerste jaar was ik uh, 30 kilo aangekomen, zeg maar. Geen ja? Ik was 66 kilo naar 98 of zo. Dat is echt niet normaal. Nee omdat, omdat ik alleen maar zat te vreten, zeg maar. <laughs> maar dat doe je nu nog steeds. Ja, maar nu be beweeg je heel veel, zeg maar. En, en nu, toen zat ik echt in de winkel. Zat ik op mijn bureaustoeltje, achter de computer. Ja. Dat ja, was niet te doen. Toen had ik op een gegeven moment... Zat, de, de mate, de, de tijd, zeg maar, toen werd het steeds... Poof, ging, je werd gewoon, ging om negen uur deed de deur dicht en ging je naar je keukentje en ging je slapen. Ja. Dat was wel op een gegeven moment een depressief moment dat ik dacht van... Ik moet hier weg. En toen heb ik na twee jaar lang heb ik, uh, in, de, in de zaak geslapen. Heb ik uh, een huisje om de hoek gehuurd. Ja, toen... Dat was top. was gewoon je omgeving die ook ja, gewoon depressief Ja, was gewoon dit elke dag hetzelfde. Ja, maar daar ben je op echt depressief van. Dat was er één, één moment dat ik denk van... Poof, ben ik klaar maar. Ja. Maar ja, uiteindelijk doorpakken. En je bent negen jaar met je vriendin vrouw? Of ja, vrouw je bent getrouwd? Ja, wc, negen jaar getrouwd. Negen jaar getrouwd al? Ja, getrouwd. Negen jaar getrouwd, maar wanneer ben je bij elkaar gekomen? Uh, die... Wel erg hè, elf jaar of zo nu. Ja? ja dus vanaf ja, je negentiende of zo? Ja, ja twintigste. Ja, negentiende ja, ja. Ja? Want hij kwam uh, om de twintigste. Ja, mijn eerste zoon kwam op de twintigste zomer vier kinderen inmiddels al, ja. negen jaar getrouwd en hoe, uh, hoe, ja, hoe is jullie wisselwerking zeg maar? Want ze zeggen wel eens, een succesvolle man heeft een uh, sterke vrouw achter zich staan. Zeker, mijn vrouw uh, heeft me altijd ondersteund en uh, als ik haar niet had, had ik dit ook niet. Nee. Want je hebt ook, uh, ik kwam, ik, ik, kwam nooit thuis, zeg maar. Met, ik was alleen maar aan het werken, 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 werken en dan weer daarin, dan weer daarin, nu ook, dan weer daarin, dan weer s'avonds daarheen. daarin en zij hebben me wel vier kinderen moeten onderhouden zeg maar mm. dat is wel uh, dat is wat lastiger als zes ondernemertjes runnen ja dus ik heb daar zeker respect voor ja, ja dus maar kijk zij is heel chill even fucking druk irritant <laughs> en ja dat zij is heel chill en van uh, laat me gaan laat me gaan dus dat moet je ook hebben ja we worden nooit boos of, of we hebben nooit ruzie of uh, ja alles mag ja een keertje niet Eén keertje was uh, was ja dat was top dat was Don, uh, Don en Vincent Vissen. V Vincent was bij mij. En op een gegeven moment zei hij: Ja, we gaan naar de kermis in Arnhem. Dat was negen uur. En toen zei mijn vrouw: van Ja, echt niet. Je bent geen vrijgezel. <laughs> Oké. Okay, ja, ze zijn ja, ja. allemaal achttienjarige YouTubers voor ja, de ja, ja, en denk je. Dom ja, straf op, man. Shit. Ja, ja. En toen, en toen, toen zei hij: Oké, dat is goed, jongens. jongens Ga maar. Ik blijf hier. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Okay. Ik heb ook naar geluisterd, Maar ja, ik vond het wel mooi. Maar ze is wel steunpilaar dus binnen het ja. gezin. Uh, ja, zeker. Het succes. Ja. En je moet ook nog de ruimte krijgen van je vrouw om, om, om te mogen ondernemen en alles dat is te doen. En, en, en als zij om zes uur zegt: van, joh, je moet thuis en op eten, en ze, ze kan daar dan boos om worden, ja, dat gaat niet werken. Hoe heet je vrouw? Samantha. Samantha. Ja. Ah, mooi. Hé, hey, uh, misschien voor de. Wat ik, dit, dit is toch een beetje deze podcast heeft een beetje in thema gestaan van ondernemen. Uh, heb je, heb je gewoon, het is moeilijk misschien een beetje, cliche, maar heb je gewoon één goede tip waarvan jij denkt, nou, als, je 12 jaar, als je 12 jaar ondernemen, dit zou ik je willen meegeven. als je, je bent 18 jaar, je slaapt nu in de keuken op een bedje en je denkt, ik zie het gewoon allemaal niet meer gebeuren, wat zou jouw tip zijn? alles met plezier. doen. Ja? Ja. Het ondernemen ook het moet leuk zijn. Je moet achter het product staan wat je verkoopt of doet en niet iets moeten. Snap je? Je moet er. Ja, als, je, als jij in de glazen vindt en, en je, vindt, je bent hier geobsedeerd van... en je vindt het leuk, zeg maar, dan moet je het doen. Maar niet voor als je iets niet leuk vindt. Zo'n ja. vind ik echt leuk om te doen. En ja anders, anders gaat het ook niet werken als je, als je er niet achter staat. Ik heb op een gegeven moment ook meubels gedaan in de hal. Ja, ik vond het gewoon niet leuk. Het interesseert me niet een bankstel of een tafel. Dus dan ga je ging het ook niet goed verkopen. En dan nee. gaat het ook niet lopen. Je moet echt achter je producten staan. Passie hebben voor het product. Ja, echt. echt. Okay. Dat is het belangrijkste. Denk daar goed over na. Dus ga niet alles verkopen wat, je in de, wat, wat er in de tuin groeit. Dat <laughs> je de weer uit de grond trekt en dat je die op marktplaats zet. Hé, hey, Shit, ik wil je heel erg bedanken, man, voor je openhartigheid. Ja, ik vond het ook. een heel interessant verhaal. Nogmaals, we kenden elkaar nog niet echt, maar ik ben, uh, ja, ik ben weer veel te weten gekomen over je verhaal. Ik denk dat het inspirerend is voor de mensen die gekeken hebben en geluisterd. Dus ik zou zeggen, jongen, uh, we zien elkaar zeker nog wel. Ja, zeker ik hoop een keer op zo'n rally, want dat lijkt me nee, wel tof om een keer nee, mee maar, te doen. Neem me wel een keertje mee. Is goed, gaan we doen. En uh, ik uh, zou zeggen tot de volgende keer. En hey, jullie bedankt Ciao. voor het kijken en luisteren. Ciao! Ciao.